Als je iets nauwkeurig wil meten, dan kom je al snel uit bij een schuifmaat. Moet het nou nog nauwkeuriger, dan kom je uit bij een micrometer of een schroefmaat. Maar als je zo'n ding voor het eerst vast hebt, dan ziet dat er best wel een beetje ingewikkeld uit. Hoe lees je dat nou eigenlijk af? Nou, het valt gelukkig best wel mee. Dit hier is de meest basic versie van een schroefmaat die er is. Hij heeft hier een uitlezing, een Nonius uitlezing met een meetbereik van 25 mm. En dat is vrij standaard voor micrometers. Dus als je een hele range aan maten zou willen meten, dan heb je dus ook een hele range aan micrometers nodig. Dan zit hier het schroefgedeelte met de Nonius uitlezing, die streepjes met die getalletjes, zo noem je dat. En door hier zo aan te draaien, draai je hem in of uit. En met deze aflezing zoals die hierop zit, kan je hem aflezen op 2 decimalen nauwkeurig. De derde kan je een beetje schatten als die tussen die streepjes in staat, maar 2 decimalen is wat hij nauwkeurig doet. Dan vraag je je wellicht af, ja, maar dat kan met digitale schuifmaat ook. Klopt, als je een digitale schuifmaat aanzet, dan zie je ook inderdaad 2 decimalen staan. Het enige is, de schuifmaat, die mag je alleen het eerste decimaal van gebruiken. Het tweede decimaal is al een schatting, maar die is door dit ding gedaan. Andere reden waarom je geen schuifmaat hiervoor wil gebruiken, is dat als je op een schuifmaat, kijk, wat harder duwt, heb je al zo een beetje verschil. Dus dat, ja, dan is er niks nauwkeurigs meer aan. Bij een schroefmaat is dat anders. Als je namelijk een schroefmaat vastschroeft, vastdraait eigenlijk, dan doe je dat met dit achterste dingetje. En als die dan op een gegeven moment een bepaalde weerstand heeft, dan gaat die doorslippen. Zo draai je een schroefmaat dus altijd met dezelfde kracht aan, tijdens het kalibreren, maar ook als je er later mee gaat meten. Zo weet je dus dat je meting klopt. Dus, dan gaan we hem aflezen. Op de hele streepjes hier zie je de millimeters. Nou, dat is logisch en ik denk dat je die doorgaans ook wel weet al. Want, ja, als je nog geen idee hebt hoeveel millimeters je aan het doen bent, dan is die schroefmaat ook niet heel handig. 0, 5, 10, 11, 12, 13. En dan heb je hier nog de streepjes die zijn voor de tiendes en de honderdste. En je moet dus kijken naar deze lijn die hier staat, bij welk van deze streepjes die in de buurt komt. Dus in dit geval waren we naar de 13 aan het draaien. We zijn net niet bij de 0 uitgekomen, maar we zijn bij de 5, bij de 6 uitgekomen. Dus wat ik hier aflees is 13,06. Zo ertussen. Daar gaan we. 15, 15, 20, 21. En zoals je ziet zijn we net voorbij die 0 gedraaid. Dus daar hebben we 21. Maar het is eigenlijk 20,1298. Dus net iets minder dan die 21. millimeter. We staan bij het streepje. En we zijn net niet bij die 0 uitgekomen. Dus het is 20,02. Om met een schroefdraad goed te kunnen blijven meten, zou je er goed voor moeten zorgen. Het is precisiemeetgereedschap, ga er dus ook netjes mee om. Zorg dat hij netjes schoon blijft, dat hij soepel blijft lopen. Berg hem ook gewoon netjes op in zo'n kist, zoals ik heb gedaan, in een la met plekjes, schuimen, vakjes. En niet gewoon in je gereedschapkist of wat dan ook. Je moet er ook voor zorgen dat hij goed gecalibreerd is. Als je hem koopt, krijg je er vaak een calibratiering bij of zo'n stokje zoals deze. Kun je ertussen doen, kun je hem vastdraaien en dan kan je zorgen dat 0 ook daadwerkelijk 0 is. Want ja, je kan wel heel precies meten, maar als je er precies naast zit, win je er nog steeds niks mee. Wil je meer van dit soort video's zien? Dan heb ik hier een playlist voor je klaarstaan. Dan zie ik je daar.